Ze is weggegaan toen de uitspraak kwam dat ze uit huis geplaatst moest worden. Ze is al bijna een half jaar ondergedoken. Nee joh, echt waar. Ja. Vorige week liep de uithuisplaatsing af en de gezinsvoogd had beloofd dat die niet meer verlengd zou worden. Vrijdagochtend om 10:30 moesten we naar de orthodontist. En we worden zo ingerekend op 10 politieagenten. Midden in de handboeien. En dan ging ze. Als je hier niet in zit, dan kun je je gewoon helemaal niet voorstellen dat ik kan. Eigenlijk ben ik gewoon neergezet en alleen gelaten. Het vertrouwen is gewoon echt weg. Dit ben ik, een bestand ontstaan. In 2007, allemaal in Arial te lezen. Met punten en komma's, lettertype 9, ABN geschreven. Heel overdreven. Heel overdreven. Nou, daar gaan we dan. Ja, Ronald en Ilona. Zo, vandaag hier bij Film by the Sea. Ja, een première van jullie documentaire. Ja. Ja, heel heftig natuurlijk, een jeugdzorgverhaal. Zeker. Hoe reageren mensen hierop? Op de vertoning net voor de première, daar werd heel goed op gereageerd. Als zeiden van dat ze echt zeiden van wat een heftig verhaal. Het komt echt goed binnen. Ja. En het maakt indruk. En niet zozeer dat we iemand een schuld gaan geven, maar meer dat je ziet van klopt het niet in het systeem. En ik denk dat dat in de film wel heel erg goed naar voren komt. Het systeem klopt niet. Ja, ik volg met JDTV, volg het jeugdzorgverhaal al een paar jaar. Ja, het is natuurlijk één groot drama overal waar je komt. Er zijn een hele hoop goede, lieve mensen die hun best doen, maar ja, er zit inderdaad iets heel ernstig fout. Ja, je hebt dat inderdaad van dichtbij meegemaakt, Ilona. Ja, jammer genoeg wel. Ja, je kan er nu ook niet te veel over zeggen, maar er speelt nog het een en ander. Maar ja, dat er zo ineens een documentairemaker op je afkwam. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik ben Ronald wel heel dankbaar dat hij het toch aandurfde om toch zo'n gevoelig onderwerp naar buiten te brengen. En nu zie je ook wel bij de reacties van op Facebook en zo, dat mensen ook zeggen van, oh, wat knap van je en wat goed dat jij je hoofd hiervoor wil lenen ja. Om naar buiten te gaan brengen dat er iets mis is. En ja, het is een soort zwart gat waar je in terecht komt, hè, als je daaruit het niks en dan ineens. Zo is het gewoon waar je in zit. Ja. En als jij niet met jeugdzorg te maken hebt, dan kun je ook gewoon niet voorstellen dat dit kan. En we worden zo ingerekend op 10 politieagenten. Midden in de handboeien. En dan ging ze. Volgende week vrijdag, dan hebben we het nu over nu, dinsdag. Ja? En je hebt nog niks gehoord en we zitten aan het einde van de dag. Het is bijna 4:30. Ja. Zoals eerder al aangekondigd gaat het dossier van de OTS over naar 2 nieuwe jeugdbeschermers. Dus hij heeft Michten nog uit huis geplaatst en vervolgens vertrokken. Ze zit nu op de Goorlen bij Sterk Huis. Tot als ze 18 wordt, moet ik een onmogelijke opdracht nog doen. Hoe kun je een kind uit huis plaatsen waar jij nog nooit gezien of gesproken hebt? Ik heb Michten niet uit huis geplaatst. Tuurlijk, we verschuilen ons weer achter de collega. Advocaat zei, stel dat ze niet naar moeder, dan naar Sammy. Nee, zei vader, dat gebeurt niet, want dat is uit het netwerk van moeder. Er blijft vragen over dat Sammy Joe een geschikte plek is. Jeugdbescherming gaat dus uit van er is strijd tussen ouders. School begint echt wel een probleem te worden. Hij had grote zorgen of wij Michten al die tijd verborgen hebben gehouden. Maar Michten heeft ook gezegd, als ze moeilijk doen over Sammy, kan ik ook bij de kindercoach. Ja, maar dat is helemaal geen neutrale plek. Er loopt niet voor niks een klachtenprocedure. Weet dat jullie hele grote fouten maken. Je zit gewoon te liegen tegen een rechter. Heb ik jou in een hoek geduwd? Ik kom daar aan en Mieke staat er alleen in het bos. Ja, daar heb ik iets van gezegd. Vader heeft niet getekend, want wij zijn niet neutraal volgens hem. En dat klopt, ik ben ook niet neutraal. Wil je niet meer zeggen 2 kijven, 2 schuld? Die ben ik al lang voorbij. Ik krijg nu een hoofd ervan. Nog 1,5 week en dan komt de uitspraak waar ze naartoe gaan. Nee, de cel heeft ook al zo vaak beloofd voor omgang. Ja, dat is een beetje de moeilijke boodschap die ik voor u heb. Als je hier niet in zit, dan kun je je gewoon helemaal niet voorstellen dat ik kan. Eigenlijk ben ik gewoon neergezet en alleen gelaten. Het vertrouwen is gewoon echt weg.
Dus mensen die hier niet in zitten, die denken, ook vrienden, bekenden, die denken dan hier van, ja nee, dit kan toch niet? Ja, het is wel. Dus mensen zien je dan in eerste instantie nog van, zo van, nee. Je bent helemaal de weg kwijt. Ja, met maar je rare dan verhalen. Op een gegeven moment komen ze er toch achter van, er is toch echt wel meer aan de hand dan... Dan een gek verhaal inderdaad. Ja. Ja, en dan opeens inderdaad zit Ronald voor je neus. Ja. En die zegt, we gaan een documentaire maken. Ja. Ja, op dat moment, wat denk je dan? Van, gaan we nu gaan we los of schrik je dan juist van... Nee, ik schrok niet. Ik was eigenlijk op dat moment vrij radeloos. En je denkt alleen maar, dit kan niet. Wanneer stopt dit? Wat moet ik nu nog doen om te zorgen dat het stopt? Dat ik gewoon een mama mag zijn? Meer wil ik niet. Ja. En dan krijg je toch weer wel moed. Als dan zo'n documentairemaker zich hier wel voor wil in gaan zetten. En dat je ook voor meerdere casussen. Ik hoop wel dat het gewoon ook landelijk aangepakt gaat worden. Dat er iets goed mis is. Ja. Ja, we hebben het afgelopen jaar meerdere documentairemakers gezien die zich op jeugdzorg hebben gestort. Dat is een hele goede ontwikkeling natuurlijk, want zo komt het probleem steeds beter in beeld. Hè. Je zei het net al, het gaat niet om de schuld, maar het gaat erom om het probleem op te lossen in principe. Ja. Ja, en het, de reden om Ilona en het verhaal van Mirte, want dat moet ik even duidelijken. Want ik ben bij Ilona begonnen omdat Mirte natuurlijk op straat werd opgepakt en ineens uit huis werd geplaatst. En ik heb toen de vraag die ik dan heb is van waarom? Wat is er mis en hoe gevaarlijk is Ilona of hoe gevaarlijk is de situatie waar Mitte in zat, waardoor ze, want dat is waarom je een uithuisplaatsing doet, je zegt van het kind moet daar weg. En dan kom ik gelijk weer in, want ik zeg nu zelf weer het kind, Mitte was toen 17 en een half, ja. Dat is geen kind meer. Inderdaad, dat is, dat is een jongere, maar zolang je het een kind noemt, wordt het ineens ook gedenigreerd naar een kind waar je niet mee spreekt. En toen bleek dat Mitte dus 17,5 was, bijna 18, en die zei tegen mij, ik wil mijn verhaal wel vertellen, want wat mij is aangedaan, dat kan gewoon niet. Ik wil dat voorkomen dat andere kinderen overkomt. En toen dacht ik wel van ja, maar dit is de kracht van deze documentaire, want dat twee ouders niet door één deur kunnen, dat blijft altijd een wel eens niet een spelletje. En daar kun je niet een vinger achter leggen. Maar wat het kind in dit geval heeft meegemaakt en hoe hij het ervaren heeft, dan kun je nog zeggen van ja, dat is niet zo, maar het is wel een beleving, het is wel een ervaring en het is in het geval van Mitte een trauma geweest. En toen dacht ik, ja, maar veel belangrijker is dat zij haar verhaal kan doen. En dan kunnen we als volwassenen, laat ik het dan zo zeggen, als we het over kinderen hebben, kunnen we als volwassenen heel erg veel over het kind gaan spreken en gaan zeggen van wij vinden dat dit niet goed voor je is. Maar uiteindelijk is het gewoon, je moet met het kind spreken om te kijken, maar hoe ervaar jij het nou? En waarom is het gegaan zoals het is gegaan? En dat wil niet zeggen dat het kind gelijk heeft, maar je krijgt er een veel beter beeld van en kan ook veel beter een plan van aanpak gaan doen. En in het geval van Mirte, daar kwam ik dus achter toen ik met haar ging spreken. Toen dacht ik van ja, er had veel eerder met jou gesproken moeten worden om te kijken van hoe kunnen we dit wel gaan oplossen. Want een uithuisplaatsing, dat heeft haar nu nog steeds, want we dachten dat ze er overheen was, maar ze blijkt er gewoon nog steeds last van te hebben. Wat helemaal niet gek is. Nee, inderdaad. Maar dat besef, dat is er waarschijnlijk niet. Zij is op haar 18e losgelaten van je bent nu 18, je valt nu onder jeugdzorg. Zoek het uit. Ja, ik vind het heel raar. En dan wordt er gewoon niet meer naar gekeken. Nee, hè? Dan ben je vogelvrij weer en dan is het allemaal goed. Ja, ja ik vind het dat vind ik gewoon, weet je, dat moeten we toch in Nederland anders doen. Daar kunnen we toch iets anders voor verzinnen. Dat hoeft toch niet. Ik ben geen jeugdzorgmedewerker. Ik ben er niet in gespecialiseerd. Maar ik zie dit werk niet. Kom op mensen. De top. Maak er iets van. Zorg dat dit anders gaat. Ja. Ja, ik hoor dat ook heel vaak. Hè, dat je ouders en kinderen die worden in allerlei trajecten geduwd. Zonder dat er eigenlijk met ze gesproken is over wat nou het probleem is. Ja, het blijkt dat heel veel voorkomt. Ja, ik heb heel veel dossiers ook gekregen van ouders die dan in dezelfde soort situatie zitten. Het nadeel is, die kinderen zijn dusdanig minderjarig dat je nooit kunt verifiëren of het klopt. Waardoor het
ook vanuit jeugdzorg altijd een wel eens niet te spelletje en een privacy gevoelig spelletje wordt gespeeld. Van ja, we kunnen er niks over zeggen, je mag er niet bij. En laat ik heel duidelijk zijn, het kind moet beschermd, alles voor het belang van het kind en het moet beschermd zijn. Alleen moet er wel gekeken worden van, is dit het beste? En wees zelf kritisch en kijk naar en moet er iets veranderen, dan veranderen alsjeblieft iets. Want wat Mirte heeft meegemaakt en ook het verhaal van Ilona, ik denk dat dat de kracht ook is van de documentaire. Van, het is nu een verhaal, een gezicht, het heeft een gezicht gekregen, maar het is niet uniek. Er zijn veel meer van dit soort verhalen. Ja. En misschien dat mensen die niks met jeugdzorg te maken hebben, dit verhaal zien. Ineens zien wat er eigenlijk in Nederland aan de hand is. En zeggen, ja, maar we willen dit toch echt anders zien. En hopelijk komt er dan verandering. En hopelijk voor Mirte hoeven er niet nog meer kinderen onnodig uit huis te worden geplaatst. En een trauma te krijgen. Ja, ja, het is inderdaad echt een drama. Want het is niet alleen voor Mirte, maar ook voor jou een trauma natuurlijk, Ilona. Dat, ja. Dat zijn dingen, dat, ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Dat, nee. Ik heb mensen daar echt heel erg op stuk zien gaan gewoon. Hè? Dat, alles wordt betwijfeld. Van, ben jij een goede ouder? Ben je een goed persoon? Ben je... Maar weet je, als ik als moeder gewoon logisch even vanuit mezelf ernaar kijk. Dan denk ik, stel, kinderen moeten beschermd worden, zeer zeker. Maar als een gemeente voor een uithuisplaatsing meer dan 100.000 euro per kind moet betalen... Moet jij kijken wat je van 100.000 euro kan doen om een kind individueel te begeleiden vanuit huis. Ja. Dan hou je geld over. En nu is het iedere keer, we hebben geld tekort. Dat is de oplossing niet. Ja. Je moet individueel, kun jij kinderen gewoon begeleiden. En dan hebben ze daarna, hoeven ze ook niet nog traumazorg te gaan krijgen. Ja. Want dat is nog meer geld wat erin gestopt moet gaan worden. Echt, hè? Op het moment worden kinderen eerder beschadigd dan dat ze geholpen worden in het systeem. Ja, en daarna weer maar naar de psycholoog. Ja, het is het risico, want een uit huisplaatsing is natuurlijk het uiterste middel om toe te passen. Dus dan zeg je, we hebben alles geprobeerd, maar nu gaan we een uit huisplaatsing doen. En ik heb met professionals gesproken en gevraagd, een uit huisplaatsing is per definitie traumatisch. Ja. Dus... ook al goed bedoeld of niet goed bedoeld, al is het terecht. Het is een traumatische ervaring. Dus dan is de vraag van, is de situatie dusdanig dat we sowieso een traumatische ervaring gaan doen? Of kunnen we het anders oplossen? Ja, en dan blijkt dat in Nederland de uithuisplaatsing veel vaker wordt toegepast dan in andere landen met vergelijkbare aantallen. Ja, hoe kun jij een kind uit huis plaatsen wat jij nog nooit gezien of gesproken hebt? Het is onbegrijpelijk, hè? Het is echt onbegrijpelijk. Heel veel mensen zeggen ook van, ja, dit is gewoon een verdienmodel voor die clubs. Ja, al die jeugdzorgbedrijfjes die uit de grond springen tegenwoordig. Okay. Ja, dat... Ja, nou ja, het kan. Maar ik denk dat het gewoon allemaal totaal op een heel andere manier zou moeten worden ingericht. Ik wil ook die gezinsvoogden, die houden heus hun werk wel, maar op een andere manier. Ja. Ik denk dat alles heel anders ingericht moet gaan worden. Maar ook nogmaals, wij zijn niet degene die dat, weet je, daar hebben mensen voor geleerd. Die zijn gedragswetenschappen, pedagogen, noem maar op. Dus die zouden bij elkaar moeten zitten en zeggen van oké, hoe kunnen we dit anders doen? Het enige wat wij kunnen constateren is onderaan de lijn van oké, dit werkt niet. Nou ja, dan vind ik, dan moet de stap hoger moet gaan zeggen, oké, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit anders doen? En dan moet je niet onderaan de lijn gaan zoeken. Dat werkt niet. Ik weet zeker dat er ouders zijn die hier aan mee willen werken om feedback te geven. Ja, waar voor, ze de rekenen, voor de ervaring. Ja. Ik bedoel, dat zou ik met liefde en plezier doen. Voor andere kinderen te beschermen dat dit gewoon niet meer gebeurt. Ja, nooit meer inderdaad kan plaatsvinden inderdaad. Ja, er is natuurlijk een beschermingslinie hè, die tegen allerlei prutswerk en onkunde of nog erger moet beschermen. En dat is de rechterlijke macht. Maar die zie je ook heel vaak falen omdat zij toch niet echt een waarheidsvinding doen. De rechterlijke macht die zou moeten toetsen van gebeurt het wel of niet. Er is een enorme werkdruk, dat is ook bekend. Dus ja, het kan zijn dat ze zeggen van oké, weet je, ik zeg niet dat het niet goed is, je moet opnieuw werken, maar dan zitten ze volgende week weer, weet je. Dus we gaan ervan uit dat de jeugdbeschermer met alle goede bedoelingen een juiste keuze heeft gemaakt. Dat is niet echt toetsen, dat is meer zeggen van oké, ik geloof je op je woord, prima, dus we gaan door. De jeugdbeschermer, die moet gecontroleerd worden. Die moet bijvoorbeeld een OTS-verlenging, die moet hij gaan aanvragen, maar... Wie heeft de OTS uitgevoerd? De jeugdbeschermer zelf. Dus die moet zichzelf gaan keuren. Dan heb ik dit goed gedaan.
Nou, en dan blijkt dat er nog nooit een OTS-verlenging is gedaan op basis van dat er een jeugdbescherming niet goed heeft gehandeld. Er ligt altijd aan iets anders. Ja. Statistisch gezien kan dat natuurlijk niet. Dus dan zou je moeten zeggen, daar moet iets voorkomen dat een jeugdbeschermer op een andere manier wordt gecontroleerd. Om te zeggen, oké, is dit goed wat je doet of is het niet goed wat je doet? En ik denk dat het alleen maar goed is voor ook de kwaliteit van de jeugdbescherming. Ja, wie wil dat niet? Dat is scherp. Meer verbetering, is alleen maar goed inderdaad. Ja, een heel lastig onderwerp inderdaad, heel groot onderwerp. Je kan hier echt dagen over spreken wat dat betreft. Nee, ik krijg ook heel veel meldingen nu, ook iedereen die zijn verhaal wil doen. En de een nog schrijnender dan de ander. Je wil heel graag wat bereiken, maar je kan niet iedereen zijn verhaal vertellen. En in het geval van Ilona heb ik wel gezegd van, je moet me wel overtuigen en laten zien met bewijsmateriaal dat wat jij mij gaat vertellen, dat het niet voor klopt. Ja. Omdat, je kan heel snel een aanname doen en dan zeggen van oké, het is zo, maar dan... Dat heeft ze gedaan. Dus ik kan oprecht zeggen dat wat er verteld wordt, dat in ieder geval aan één kant bevestigd is. Dat er dus nog best wel wat veranderd moet worden in het land van jeugdzorg. Om te zorgen dat eigenlijk die uithuisplaatsingen hier ook terug worden gedrongen naar slechts een handjevol op jaarbasis. Ja, nog heel wat te doen inderdaad op dat gebied. In ieder geval is de documentaire nu in Ilona, dus dat helpt mij om een extra stap te zetten? Nou, ik hoop dat de documentaire, die krijgt hier nu een platform. Dat is heel mooi. Het is echt, het klinkt een beetje, maar het is vers van de pers. We hebben het echt afgerond. Toevallig aangemeld, omdat ik zag, Film bij de Zier komt eraan. Nou, dat lijkt me prima. Die zeiden gelijk van, we gaan hem programmeren. Dus, en dat had iets meer werk in zijn aarde dan dat ik dacht. Dus we zijn volledig met het team hierop bezig geweest. En daarom niet verder gekeken naar oké, wat kunnen we dan nog meer doen. Er liggen lijntjes uit, maar goed, we hebben nu gezegd van oké, Film by the Sea, première, dat is even belangrijk en daarna gaan we verder en we hopen echt dat dit verhaal gewoon landelijk bekeken gaat worden. Zo, ja, dames, ja, goeiedag. Hallo, met de documentaire Het Belang van het Kind gezien. Ja, ja. Nou, je speelt er een prominente rol in, hè? Een kleintje. Ja, wat vond je ervan? Ik vond het een hele mooie film. Ja? Ja. Precies goed verwoord en in beeld gebracht. Ja, jeugdzorg is natuurlijk nog wel een heftige kwestie, hè? Ja. Wat dat betreft. Ja, op deze manier wel, ja. Wij zijn ik ben pleegmoeder geworden van Mirthe. Dat is de beste vriendin van mijn dochter Sam Jo. Kijk eens aan. Zo is ze bij ons gekomen en zo is Ronald ook bij ons terecht gekomen om het vervolg van de film goed in beeld te kunnen brengen. Ja, jij hebt je vriendin hier heel erg mee geholpen. Ja, ik heb het gedaan voor haar, ja. Ja, dus ze is er wel blij mee? Ja. Ja, hij heeft precies goed verteld, verwoord, verfilmd, hoe het ook echt is gegaan. Het is echt gewoon gebaseerd op feiten. En het is gewoon een mooie film. Ja. En verwacht je dat dit film nog wat teweeg gaat brengen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat de juiste instanties, gaan inzien dat ze de procedure van de jeugdzorg aan moeten passen. Ja. Hoe ze mensen uit huis plaatsen en hoe ze gaan minder meningen en meer feiten. Ja, hè, want waarheidsvinding schort het nog wel eens aan. Ja, dat had de expert natuurlijk ook heel erg over, de gedragswetenschapper. En dat is precies waar het aan schort, dat mensen die er niet voor opgeleid zijn bepalen of een kind uit huis geplaatst wordt. Wat is goed, wat is slecht? Het afgelopen jaar is er natuurlijk bijna een lawine aan feiten over ons buiten gekomen. Ja. Klopt. En aan docu's ook, gelukkig. Ja. Dus ja, ik hoop dat het eindelijk een keer opgepikt gaat worden en dat, Ja, ik hoop dat de juiste mensen deze film ook gaan zien. Ik zag op je website, je hebt een hele mooie website ook voor deze documentaire, dat er ook een podcast op staat. Ja, klopt. Met meerdere delen al. Ja, omdat er kwamen zoveel verhalen binnen en ja, op een gegeven moment dacht ik, ik moet er wat mee. En ik kan niet overal een documentaire van maken, want dat is best wel kostbaar. Ja. En een aantal verhalen die ik dan ook heb kunnen checken, die hebben gezegd van oké, ik ga er een podcast van maken, zodat mensen ook in een half uurtje tijd een verhaal kunnen aanhoren. En nou, wat ik daar mooi van vind, is dat ook een jeugdbeschermer, een oud jeugdbeschermer, haar verhaal doet. Waarbij je ook hoort dat die kijkt nu ook heel anders terug naar toen ze 21 was. Ja. En ik denk, ja, dat zijn ervaringen, mensen. Daar moeten we wat mee doen. En daar moeten we meegaan in die verandering.
Dus ik hoop heel erg dat mensen die podcast gaan zien. Ik hoop heel erg dat mensen die documentaire gaan zien. Maar het, vooral hoop ik dat het A, goed gaat met Mitte en Ilona. Maar dat er iets verandert. Ja. Nee, het moet gewoon gebeuren. Dat is duidelijk voor heel veel mensen in Nederland inmiddels. Dus het lijkt erop dat er ook wel actie gaat komen. Maar ja, de vraag is natuurlijk altijd even, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Maar inderdaad, de schuldvraag, hè, die eigenlijk, hè, er is geen schuld. De vraag is, hoe lost het probleem op? Dat is toch wel de kern, denk ik, van dit hele gebeuren. Ja. Nou, onwijs bedankt dat je me even te woord hebben gestaan. En ja, Ronald, je hebt dit trouwens, heb jij dit een soort vrijwillig gedaan, hè? Dus jij hebt... Nou, voelt het wel bijna. Ja, dit heb ik gedaan, ja, eigen initiatief, onafhankelijk. Dus dat betekent dat ik geen producent of productiebedrijf achter mij heb staan. Ik heb het gewoon uit mijn eigen gedaan. Omdat het verhaal begon. En ik had één keuze, eigenlijk twee keuzes. Ik ga niet filmen of ik ga het wel filmen. En dat moest ik in 24 uur beslissen. Ja. Dus toen heb ik gedacht van ja, maar dit is me te heftig. Ik ga het volgen. En nou, vanaf dat moment ben ik erin gerold. En is er geen weg meer terug om te zeggen van we gaan het anders doen. Nee, dan zit je eraan vast. En ja, laat ik eerlijk zijn, ik heb daar geen spijt van. Maar goed, het is... Het kost je wel klauwen met geld. Dat kan je overtuigen. Ja, ik zag op je website dat het nog mogelijk is om een bijdrage te leveren, ja, voor de mensen. Absoluut. Om de kosten, ja, van deze productie. Nou ja, dat is waar ik nu mee bezig ben. Die kosten, want mensen moeten betaald worden die echt geweldig werk hebben geleverd om die documentaire nog meer body te geven. Die mensen moeten betaald worden. Dus daar ben ik nu meer geld mee bezig. En zolang ik daarmee bezig ben, kan ik ook niet bezig zijn met het verspreiden van die documentaire. Want ja... Ik kan mijn tijd maar één keer indelen. Ja, stap voor stap. Dus het is wel fijn als we het bedrag bij elkaar hebben. Dan kunnen we in ieder geval zeggen, oké, nu kunnen we de film echt gaan verspreiden. Nu kunnen we zorgen dat heel Nederland die film gaat zien. En kan zeggen van, Den Haag, doe hier iets aan. Ja, en hopelijk op naar het volgende deel waarin het wat positiever aan toe zal gaan. Als het volgende deel inderdaad een positief verhaal zou zijn, dan teken dan ik graag. Ervoor. Ja, ja. Dan graag. Ja. Oké, nou hartstikke bedankt voor jullie commentaar. En ja, misschien zien we elkaar nog een keer. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. En ik ben meer dan nummer 107.